Anderlecht speelt een sterk eerste half uur. Oliveira op rechts. Van Loen onder de bal door. En een slechte controle van Van Bakel. Weer bij Anderlecht. Dit is Rutjes. Kan de grijze bereiken. Die vindt Oliveira. Hakje Oliveira voor de Wolf. Schot en doelpunt. Nee, zegt scheidsrechter Pirot. Buitenspel. Dat gaan we eens even natrekken. Buitenspelpositie zou voor de Wolf geweest. En hier komt de voorzet van de grijze voor Oliveira. Het hakje. En kijk eens de positie van de Wolf. Op links geen sprake van buitenspel. Het had een doelpunt moeten zijn voor Anderlecht. Nog eens Anderlecht dat de wedstrijd onder controle houdt. Met Oliveira. Alain van Bakel, goede dubbelpaas. En dan een erg goede Wim de Koning. We zijn nog steeds in het eerste half uur. Moussonda, een schot van Nilis. Dat brengt de rust op 0-0. En daar is zowaar Dirk Abrahams. Precies 1 minuut gespeeld in de tweede helft bij deze uitrap van Philippe de Wilde. De technische problemen zijn hier opgelost, dus we kunnen te volle gaan genieten van de tweede helft. Oliveira, mooi nummertje voorbij Quaranta, daar komt de voorzet. Te ver voor Mark de Grijze. De Grijze dus opnieuw van de partij na zijn voetverzwikking. Heeft Smits bij zich, daar komt de voorzet. Nilis met het hoofd en een goede redding. Nee, tegen de lat was het. Oliveira nog? Nee. Bal wordt dan weggewerkt. Eerst een goede kans in deze tweede helft. We gaan er nog eens naar kijken. Hier was eerst die voorzet van de Grijze. Dan de kopbal van Luc Nilis. Die ploft tegen de dwarsligger. En dan wordt de bal tot slot weggewerkt door Antwerpen. Gaan we nu kijken naar de vrije trap. De Grijze door de muur en de Koning die pakt. Een goed werk van Wim de Koning, maar de bal kwam in het midden van het doel. We spelen 12 minuten. Daar komt de voorzet. De Grijze kan nog wel bij de bal. Maar de bal waaide ver voorbij de tweede paal. Nog altijd de Grijze nu. Oliveira. Van Bakel, Van Loen. Van Bakel, dat kan het worden. Wordt daar neergetrokken, een penalty. Wordt neergetrokken door Patrick Schrote. Alain van Bakel en strafschop voor Anderlecht. Na 22 minuten kijkt u nog eens naar deze fase. Van Bakel is door en wordt dan neergetrokken door Patrick Schrote. Pirot staat er kort bij en geeft terecht, denk ik, penalty. Misschien wordt dit het doelpunt dat deze wedstrijd meer en beter zou kunnen openbreken. Achter de bal Wim Kooijman. Gepakt! Gepakt door Wim de Koning in 2 keer. En het Boshoutstadion ontploft uiteraard. Wim de Koning die al enkele prachtige acties had uitgevoerd in de eerste helft. Pakt nu dat penalty of die penalty van Wim Kooijman. Kijk hier nog maar eens naar. We zijn 2 minuten na de gemiste penalty van Wim Kooijman. En nu vrije trap voor Antwerp met Hans-Peter Leenhoff. Een strafschop voor Anderlecht, gemist door Wim Kooijman en nu 1-0 voor de thuisploeg. De eerste echte goede doelkans en het is raak. We gaan er nog eens naar kijken. De vrije trap van Hans-Peter Leenhoff. Ver naar de tweede paal en daar staat Geert Emmerecht. En die kopt de bal voorbij Philippe Wilde en 1-0 na 25 minuten spelen. Ingooi voor Moussonda. Oliveira telkens met Rudy Smits bij zich. En Oliveira heeft het er niet gemakkelijk mee. Moussonda die overneemt. Crasson met het schot. Afgeblokt door Ludo Geens. De Grijze nu. Van Loen, Van Bakel door. Geen buitenspel. De Koning veruit zijn doel. Luc Nilis. Hakbeweging. Schot. De Koning. Ja, speelt een schitterende wedstrijd in de Koning. We spelen 28 minuten. Met nog een kwartier te spelen is de wedstrijd nu opengebroken. Vrije trap met Luc Nilis. Van Loen kopt daar nog naar binnen. Bal blijft daar hangen. En Crasson die zet hem daar over het doel van Wim de Koning. Wat een kans voor Bertrand Crasson. De man die hier op de rechterflankverdediger Adrie van Tiggelen vervangt. Enorme kans was dat voor Anderlecht. Richting Hans-Peter Leenhoff. In duel met Graham Rutjes. Leenhoff. Mario Kroon. Raakt hij er doorheen? Kroon gaat hij scoren? Nee, goede redding van Philippe de Wilde.
Maar opnieuw Antwerp met Smits. Beetje opportunistisch van Rudy Smits, maar een goede kans was het voor Mario Kroom en goed werk van Philippe de Wilde. Charlie Moussonda. Luc Nilis. Naar Crasson. Tegen de paal. Bal blijft er hangen van Loenisser. Klaas ook. En die weg werkt weg. Maar laten we er nog eens naar kijken. Pech toch wel voor Bertrand Crasson. Daar straks die misser. En nu de bal tegen het doel houdt.